Ik ben Erwin van der Vorp en samen met Suzanne Bis hebben we deze winkel. We hadden ook een Bussen van der Vorp. In de Vechtstraat hier in Zwolle. En we hebben deze winkel al een jaar of 12. En met tekenen, schilderen, speksteen, klei, spullen, alles voor de kunstenaar noemen wij altijd. Ook lijsten, inlijsten, van alles. Op zaterdag 24 augustus was rechtbanktekenaar Felix Gurin te gast in de winkel om zijn boek te signeren. En we vinden Felix gewoon, iedereen kent zijn tekeningen. Als je op het NOS journaal kijkt, dan zie je Holleder en dan heeft hij dat getekend. Hij heeft onlangs een boek gemaakt samen met iemand die wij kennen. En die zei van, goh, is dat niet leuk voor jullie in de winkel om dus te laten zien wat hij allemaal wel niet kan. En toen dachten we, ja, dat is eigenlijk superleuk. Naast de tekenaar en illustrator is ook de auteur van het boek, Ron Goudsvaart, aanwezig. Felix hebben wij leren kennen in onze winkel. En er was direct een klik, zoals wij dat dan zeggen, de energie klopte met elkaar. Dus we kwamen eigenlijk een beetje aan de babbel. En toen zei ik tegen Felix, goh Felix, ik denk dat iedereen jouw tekeningen wel kent, want je bent bijna dagelijks op televisie. Maar de naam Felix Gurin zullen een heleboel mensen niet kennen. Zou het niet leuk zijn om daar iets mee te doen? En zo is eigenlijk het idee van een boek geboren. Felix wilde altijd al wel een boek maken. En toen heb ik het idee gehad om een boek te maken wat deels praktisch is en deels over Felix. En hij zei erom, dat is jouw vak, ga jij dat maar doen. En dat was een heel leuk traject. Nou, het wonderlijke van dit boek is, en dat is eigenlijk een formule die nog nooit eerder gebeurd is, en daar kan ik alleen maar alle complimenten aan meneer Goudsvaart doen. Dat is dat het is een boek over hoe ik kijk tegen de wereld, hoe ik kijk naar mensen. Ik heb een hele simpele levensfilosofie en daar ben ik eigenlijk de hele wereld mee doorgekomen. Van Tibet tot Siberië, van Los Angeles tot Jeruzalem en Syrië. Dus ik ben echt de hele wereld over gezworven met een rugzakje en met een schetsboekje. En ik ging tegen de muur zitten en ik tekende. En de mensen vonden dat prachtig en die haalden me in huis. En er stonden gesprekken en feesten en slapen en enzovoort enzovoort. Dus mijn hele leven is geënt op dat potloodje en dat velletje papier. En nou, dat vind ik op zichzelf heel erg fijn dat Ron dat beschrijft in dat boek. En aan de andere kant vertel ik iets over hoe teken ik nou. En eigenlijk kan ik jullie het geheim wel verklappen. Ik teken direct vanuit het hart. Nou, en ik wilde ook niet een boek maken zoals er al vele op de markt zijn. Want het zijn altijd alleen maar praktische boeken of alleen maar autobiografische boeken. Maar eigenlijk is dit een combinatie en dat is eigenlijk heel bijzonder.